Hagar Royakkers uit Den Bosch wil de wereld groener en socialer doorgeven aan haar kinderen. En dus ging ze de politiek in, voor GroenLinks. Het mooie aan GroenLinks is dat wij het groene en het sociale met elkaar verbinden. De natuur is ook waar ze ontspant. Royakkers combineert haar politieke leven met haar baan bij seniorenorganisatie KBO-PCOB. Ouderen gaan mij enorm aan het hart. En er zijn meer zaken die mij interesseren dan alleen de belangen van ouderen. Ik vind het ook heel belangrijk dat wij onze natuur en ons klimaat heel goed beschermen. De 35-jarige Alexander van Hattem heeft een druk politiek bestaan. Voor zijn partij, de PVV, zit hij al 8 jaar in Provinciale Staten. Maar hij is ook lid van de Eerste Kamer en gemeenteraadslid in Den Bosch. Het is een druk bestaan, maar het is geweldig om op alle niveaus klaar te staan voor onze burgers. Van Hattem heeft een fascinatie voor geschiedenis en bezoekt in zijn vrije tijd graag historische plekken in Brabant, zoals deze. Hier in de wijk Tongeren woonden vroeger mijn grootouders en daar heb ik hele mooie herinneringen aan. In zijn vrije tijd race gedeputeerde van mobiliteit Christophe van der Maat graag over de Brabantse wegen. Op de fiets dan wel. Als lijsttrekker van de nu nog grootste partij van Brabant, de VVD, rust er een zware last op zijn schouders. Ja, aan het asfalt ligt er niet. Dat ligt er goed bij. Nog 4 dagen knokken en dan gaan we Brabant nog mooier maken. Laurens van Voorst uit Schijndel is getrouwd en heeft 4 kinderen. Een gezelligheidsdier, zegt hij zelf. En houdt ervan om spelletjes te spelen. Dus de mannen weer tegen de vrouwen. Van Voorst wil met de nieuwe partij Code Oranje de Staten in. Code Oranje wil de kloof tussen politiek en inwoners dichten. Niet door de politiek dichter bij de burgerij te brengen. Nee, wij willen dat de burgers zelf politiek gaan bedrijven. Maar daarnaast blijft hij ook gewoon actief in de Raad van Meijerijstad.